Ja, we zijn vrijdagavond 8 uur. Ik ben bijna ter bestemming. Ik heb een paar uur gereden nu. Direct na het werk vertrokken in Oostende. Uitgenodigd bij Bob Kuivers om een watertje te bevissen in het verre Limburg. Het is ondertussen pikdonker natuurlijk. Ergens waar ik nog niet geweest ben, maar ik hoop dat ik jullie samen met de nieuwe cameraman Roy kan tonen. Eventjes kijken hier. Kan tonen dat we ook, zoals we iedere week doen, de meeste van ons, er een nachtje op uittrekken en proberen een vis te vangen. De omstandigheden zitten niet echt mee nu, vind ik persoonlijk. Half maart, nachtvorst, noordenwind, mist erboven nog, dus normaal gezien redelijk waardeloos. Maar het is een deftig bezet water, dus we gaan er proberen het beste van maken. En hopelijk kunnen we een vis tonen morgen. Of vannacht al, wie weet. Het blijft vissen natuurlijk. Eventjes kijken of dat nu moet. Langs hier, denk ik. Compleet onbekend terrein voor mij hier. Pikken donker hier in de Limburg ook, vind ik. Ja. Ik denk zelfs dat ik verkeerd gereden ben. Ik moet een keer wat de GPS zegt. Kom mee draaien. Kom mee draaien. You got the rest of your life. Yeah, the best thing you've got on your side is time. There are wars you can't fight. You know you're gonna fall, but you can't refuse to climb. Het is nu 11:15. Ik voel me een beetje moe. Een lange werkweek geweest. En ik denk dat ik er snel ga inkruipen. Nou, even de ketel opgezet om een beetje van water te hebben voor in de kruik. Ik heb eventjes rondgevaren met de boot toen ik hier aankwam. Vanop die centrale stek. En zo in het donker moeten uitzoeken hoe je hengels moet positioneren. Ja, er kan van alles misgaan. Vuil op de bodem. Obstakels onderweg. Probeer toch altijd op zoek te gaan naar iets waar je je rig deftig kunt presenteren. Als je dat niet vindt, dan kan je nog altijd voor een pop-up kiezen. Maar ik heb gelukkig 3 relatief mooie plekjes, schone bodem gevonden. En daar hebben we een snowman op gevist. Redelijk standaard, maar het is standaard omdat het natuurlijk meestal goed werkt. En omdat de omstandigheden niet echt optimaal zijn, heb ik gekozen om eigenlijk niks bij te voeren. Hele kleine PVA-netjes, 1 boilie die ik verkruimel, ongeveer evenveel kleine pelletjes erbij. Dat is ongeveer een PVA-netje ter grootte van een 22 mm boilie. Net genoeg om aan de haak te hangen. Een mooi voerbedje, 1 hap met daar met die snowman op. En dat zou moeten. In zulke moeilijke omstandigheden misschien dan toch wel een beetje opleven. Dat gaan we hopelijk vannacht zien. Slaap wel. Oh, heel blij, een beetje zoals het scenario eigenlijk zei tegen Roy, dat eerste licht, het is nu iets voor 7 uur. En die rechterhengel, die voor die andere jongens ook een beet opgeleverd heeft, vertrekt. Het is fantastisch, hè? Voilà, en mijn wekker gaat ook af. Precies op tijd. Een mooie vis, mooi beschupt. Precies een half rijenkarper of zo. De verleiding was groot om meteen die vis te gaan wegen en te fotograferen natuurlijk. Maar ik heb hem in de recovery sling gehangen. En het is winter nu. De aasperiodes zijn dan bijzonder kort. En ik dacht van, misschien doe ik toch beter eerst mijn hengel terug op de goede stek. Vooraleer we verder gaan met die vis. Dat scheelt toch rap al een half uurtje. En we hebben niet zo heel veel tijd meer. Dus eventjes een nieuwe onderlijn knopen, want de haakpunt was beschadigd. En de hengel erin en dan kijken we naar de vis. Wat denk je? 16 kilo en een beetje. 1625? Ja. Je moet op de lotto spelen, Chris.
Kijk eens aan, een imposante spiegel. Mooie rug, dikke schubben erop en op zijn lichaam ook. Hier en daar verspreid, al die schubben. Prachtige vis, en daar is super blij mee. En de sessie is nu al geslaagd, denk ik. Die hengel gepositioneerd, dan die vis gefotografeerd en teruggezet. En ja, ondertussen loopt de tijd natuurlijk. Nog geen 15 minuten later, opnieuw diezelfde hengel op dezelfde plaats, bewijst dat mijn vermoeden wel klopte. Ik voel dan als een kleinere vis en dat bleek ook zo te zijn. Ja. Wat kleiner, hoor. Een spiegel van 11 kilo voor zo'n korte sessie. In deze omstandigheden is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Voilà, eigenlijk al een bonusvis. Een vis die we te danken hebben aan het snel weer uitleggen van die hengel. Spiegeltje, dik rondgevreten ook, zo op het einde van de winterperiode. Hier en daar nog een bloedzuiger. En die woog net iets meer dan 11 kilo. Niet zo fraai beschubt als die andere, maar toch heel blij mee. En we zetten hem snel terug. De hengel ligt op zijn plaats en wie weet komt er nog een derde. We worden een beetje hebberig ondertussen. Wat ik nog wil vertellen hier is de rig die ik gekozen heb. Iets dat heel universeel is en die mij op een of andere manier... ik vis graag met pop-ups rig. Jullie weten dat ik veel met shots en met hinge stiff rigs gevist heb. Maar als ik zo water zie dat heel troebel is, dan heb ik zo het gevoel dat een liggende aas en een hoog attractief aas, dat je er sneller een beet op krijgt dan een pop-up die ze ergens moeten zoeken boven de bodem. Ja, een rig die heel gekend is. Ik toon gewoon eventjes hoe dat ik hem knoop. Heel eenvoudig. Bijna overal inzetbaar. Zeker een goede standaard om te gebruiken. De Snowman, je hebt dat visueel aspect van een fluo pop-up. Wit. Of, ik heb hier nog iets. Wit of oranje. Dat zijn twee kleuren die ik echt heel graag gebruik. En dat is een rig die eigenlijk weinig knoopervaring vraagt. Een slot is maar twee lusjes en een knotless knot. Je kan alle soorten materiaal gebruiken, maar ik kies ervoor. Die Armadillo 30 pons is boomproof, zoals dat ze zeggen. En die is geschikt voor de meeste omstandigheden. Dus ik probeer mijn materiaal zo minimalistisch mogelijk te houden. Ik snij zo een centimeter of 35 af. Dat zou ik al zei, we maken eerst een lusje. Gewoon een eenvoudige overhand. Er komt toch niet echt veel druk op zo'n lus. Denk maar om je boilie stopper tegen te houden. Dus dat lusje. Voilà. En dan meteen die Snowman. Als je eerst die monteert, kan je die afstand perfect regelen. Een lusje van een centimeter. Een stopper die ietsje verlengt. Dus die knoop zit mooi in die onderste liggende boilie. En je ziet, dat zit mooi vast bij elkaar. De boilie kan niet wegschuiven terug bij je hak en alsnog die inhakking verhinderen. Dus daarom doe ik dat zo. Een ringetje. Voor de mensen die zich afvragen welk ringetje dat is. Een Curo richtring in 3,2. Ook weer al een beetje een universele maat die op de meeste haken past. Want als hak gebruik ik eigenlijk de laatste jaar meer en meer standaard een maat 4. Dat kan voor sommige mensen groot lijken, maar hier een centimeter tussen dat ringetje, de hoogte van de weerhaak is perfect. Dat ringetje mag niet hier voorbij kunnen glijden, want anders lig je weer niet goed te vissen. En dan vasthouden en een knotless knot, dus redelijk strak. Een draaik of 5, 6, voilà, 6. Twee keer terugkeren. Dat iets beter vastgrijpt. De micro liner vind ik al voldoende om die haak nog mooi dat extra draai effect te geven. Dus die kan je er ook zelfs met dat soepel materiaal zo oversteken. Beetje bevochtigen. Overduwen. Voilà, en die zit dan heel stevig vast. Die micro tailrubbers. Dat hoeft niet zo'n hele lange te zijn. Als dat goed gaat. Het is best dat je die er eerst op schuift voordat je je knoop legt.
Anders, met dat hier zo'n klein gatje is, beschadig je een beetje die teelrubber. Hiervoor is een naald met een lipje wel handig om dat er eventjes door te trekken. Voilà. Zo. En ook die lengte, je kan dat meten of je kan dat, zoals ik. Dat tasje is ongeveer 15 centimeter lang, ik doe dat een beetje op het gevoel. Zoiets is voor mij, gezien de staat van de bodem, eigenlijk een goede lengte gebleven. En nu, die lusknoop is niet gewoon een overhandse lusknoop, maar een 8 lusknoop. Dus dubbel nemen, overleggen, onderleggen en dan van onder naar boven door dat gaatje nemen. Klein lusje. Nog een keer stevig aantrekken alles, ter controle. Voilà, je ziet, die knoop zet zich nog een beetje, dus die moet je niet eerst afknippen. Voilà, die knoop is gezet. Ik kan nu heel wat druk aan. Een klein stukje putty erop. Voilà. Aan de clip. En klaar om te vissen. Binnen een paar minuten gemaakt, heel snel, super betrouwbaar, sterk. Bijna nooit of nooit een losschieter. Echt iets waar je overal mee terecht kan. Oké, we zijn intussen een uur verder. De rechterhengel die de twee beten op geleverd heeft, ligt nu eventjes stil. We hebben ervan geprofiteerd om een koffietje te drinken. En dan begin ik na te denken van, ja, hoe komt het nu? Die hengel doet iets, die andere twee liggen er voor niks bij. Dus ik heb die ingedraaid. En er zit behoorlijk wat vis in, dus die moeten ergens zijn. Dus ik dacht van, ik ga op zoek met de boot. De rietkraag aan de overkant leek mij een mooie kans om die als eerste te bekijken. En bijna direct als ik daar op een meter of 10 afstand kom, zie ik een paar rietstengels zo heel hevig over en weer schokken van... Duidelijk vis die er tegen zwemt. En ik blijf eventjes kijken en ik zie op 4-5 verschillende plaatsen de rietstengels schudden. Dan weet je van kijk, er zit er weer eentje. Ik kan het zelfs zien van hier. Dat er een karper of 4-5 daartussen ligt. Dus heel voorzichtig, met lood gevoeld. Mooi hard plekje tussen de rietstengels. Dat klein PVA-zakje eraan laten zakken. En ik heb bijna het gevoel dat het niet lang gaat duren voordat er een beet komt. Mijn instinct zegt me van hem daar te leggen, maar ik was nog een beetje voorzichtig. Ik doe het nu toch. En kijk, we worden zijn koud. Hoe lang ligt hij in? 5 minuten of zo? Of 10 minuten? En hop, hij vertrekt. En de derde vis zit in de net. Hengel opnieuw gepositioneerd. Naar, op mijn gevoel, echt wel een betere plaats om de vis te onderscheppen die tussen de riet liggen. Een mooi visje. Het is wel leuk om direct feedback te krijgen... En te zien dat je ja, toch goed bezig bent. Hè. Ik heb ervoor gekozen om geen extra aas in het water te gooien, behalve één enkele verkruimelde boilie met ongeveer evenveel pellets, zodat je een compact zakje hebt bij je haakaas die heel veel attractie heeft. En als je dat test in de kant, dan ga je zelfs schrikken hoe groot zo een klein bolletje uitwassen. Dus dat gaat snel... Een plekje met een diameter van 8 à 10 centimeter. En dat is voor een deftige vis net één mondje vol, één keer zuigen. Haakaas naar binnen, dat naar binnen. En ja, het zou moeten maar honger hebben voor één hap. En toch vang je ze dan. Oeh, wat gaat die strak. Kan je er net in de... Woohoo!
Het is bijna niet te geloven dat de exact juiste plaats zoveel verschil kan maken. Ik had die vissen in het riet gevonden, 2 uur gevist, net voor het riet. Mijn gevoel zei van, dat klopt niet, als de vis in de buurt zit, dan moet je een beet krijgen. De hengels verlegd. En kijk, nu de tweede vis van dat ene plekje weer. Net zoals deze morgen. Die ene cruciale vierkante meter waar dat ze wel aas nemen of wel langs zwemmen. Voilà. Resultaat nummer 4. En we zetten hem maar snel terug nu. Het is iets na 5 uur. Ik had afgesproken om voor het avondeten thuis te zijn, dus de sessie zit erop. Ik heb nog 2 hengels om in te draaien. Die productieve hengel heb ik voor het opruimen niet meer ingelegd. Dus... al bij al, heel tevreden met het resultaat. Je ziet tot de laatste minuut nog proberen een kans af te dwingen. Je weet maar nooit dat er nog maar een bonusvis op de kant komt. Als ik zo nu die sessie overloop en voor mezelf uitmaak van wat heeft nu het verschil gemaakt voor mij of voor dat resultaat, dan denk ik ten eerste wel dat dat klein beetje informatie dat we van de vorige vissers en de steward hier op het domein, dat die ons zeker geholpen heeft om die eerste vis te vangen. En dan ten tweede, eens dat je aanvoelt dat moment weg is, goed water observeren. Die rietstengels die we bewogen hebben mij op spoor gezet om dat dan te proberen. Ik had het gevoel dat ik rap ging een beet krijgen, dat gebeurde niet. Dus mijn gevoel zei me heel sterk van na een uur of twee van controleer toch maar die hengels. Die bleken toch alle twee op een of andere manier op een takje terechtgekomen te zijn. Ik verplaats die hengel, ik zei het nog tegen Roy, nu gaat het echt niet lang duren. En bijna quasi daarna krijg je een aanbeet. Weer datzelfde, snel profiteren van de situatie, nog eens inleggen, nog een vis. En dan kom je eigenlijk met een resultaat naar huis waar je heel tevreden kan mee zijn. Oké, de bus is ingeladen, de dag zit erop. We hebben ons super geamuseerd, het was voor mij ook de eerste keer dat ik met Roy samenwerkte. We hebben veel plezier gehad, we hebben een aantal mooie vissen gevangen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoogtepunt van de sessie. Banksticks, friemel tussen steel. Kusje, hè. Probeer er iets van te maken. Tegenwoordig worden overspoeld in kleur. Dat worden de bloopers. Zalig als je hem dan toch... Hè? Als je denkt van, krijg je hem niet in, en dan plots... Binnen die opening en hop. Ja.